zijn er nogal wat incidenten geweest. Maar helaas moet je bijna zeggen, dat is tegenwoordig normaal bij het voetbal. En natuurlijk, je kunt het ontkennen, maar een wedstrijd tussen een Nederlandse en een Duitse club heeft veel stof doen opwaaien en doet dat ook, ja, logischerwijs kun je bijna zeggen. Willy Lemke, de manager van Werder Bremen, heeft ook veel olie op het vuur gegooid door te roepen dat, ja, dat die Nederlandse supporters allemaal schoften zijn en dat het hier heel gevaarlijk ging worden. Nou, gisteren toen wij hier aankwamen, toen was er veel politie in de stad, maar geen enkele Feyenoord supporter. Die zijn vandaag dan gekomen. En inderdaad, er is een trein nogal uit elkaar gehaald, zacht gezegd. En een enkele vechtpartij heb ik ook gezien. Voor de politie was het hier alarmfase 1. En dat betekent zeer verhoogde paraatheid. Gelukkig is er verder en buiten een enkel vechtpartijtje vlakbij het station, want daar werd iedereen opgewacht, is er niet, voor zover ik heb begrepen, veel gebeurd. De fans van Feyenoord zitten hier al enkele uren in het stadion. En het wacht is natuurlijk op de spelers. Die zijn bezig gehouden door Jacques Nachtegaal, de Feyenoord speaker. En met lekkere Nederlandse muziek. En dat ging allemaal echt voorbeeldig. Het was één groot feest, al 4 uur lang in het Bremenstadion. Met een vak. En als u naar het beeld kijkt, helemaal links achter het doel. Daar zitten alle Feyenoord supporters, zo'n 5000, die zich, ik kan niet anders zeggen, hier in ieder geval uitstekend hebben gedragen. Alarmfase 1 dus. En laten we hopen dat het daarbij blijft. De opstellingen, want daar was ook wat onzekerheid over. En dat is natuurlijk veel belangrijker. Het wordt spannend, het wordt een leuke, lekkere wedstrijd. Laten we dat in ieder geval hopen. Nederland met die Feyenoord met die goede uitgangspositie van 1-0. Er was nog even sprake dat Henk Vrezer mogelijk niet zou kunnen spelen vanwege een dijbeenblessure. Gelukkig is die er wel bij, Henk Vrezer. En ook de rechtsbackpositie is natuurlijk opgelost. Omdat Oli van Gobbel geblesseerd was geraakt afgelopen zondag bij die 5-2 overwinning van Feyenoord op Volendam. Zal hij vervangen worden, want hij is niet eens meegereisd hier naartoe naar Bremen, door Orlando Trustful. Bij Bremen hebben ze een buitenlanderprobleem. Er mogen maar 3 buitenlanders meespelen. En dus moest Otto Rehhagel, de trainer, kiezen uit Andreas Herzog, Vladimir Bestyashnik, Hani Ramzi en Winton Roofer. En deze laatste, die doet niet mee. Hij zou ook geblesseerd zijn. Maar datzelfde geldt voor Andy Herzog, de Oostenrijker die wel speelt dus. En de opstelling van Werder Bremen is een zeer verdedigende, zoals ze dat wel vaker hebben. 5 man achterin en 2 spitsen. De spits is Marco Bode samen met Vladimir Bestyashnik. De Rus die overgekomen is van Spartak Moskou en afgelopen zaterdag 2 keer scoorde in het treffen met Eintracht Frankfurt. Mario Basler, daar is ook veel om te doen geweest. Die zou, laten we het zo zeggen, bijna omgekocht zijn. Niet Basler zelf, maar 2 spelers van Feyenoord. Om hem in de grond te werken en zo de wedstrijd uit te helpen. Dat aanbod zou zijn gedaan door Winton Roofer en door Andreas Herzog. Hij zou dan in dit geval Henk Vrezer $500 krijgen. Als hij ervoor zou zorgen dat Mario Basler uit de wedstrijd is. Nou, een zeer overtrokken bericht wat wel de kranten heeft gehaald. En waar men hier in Duitsland zeer boos om is. Dat gemeld is. Het wachten is op de beide ploegen. En ja, dan gaat het gewoon lekker gebeuren. Over, ik schat, een kleine 4 minuten zullen die ploegen het veld op zijn. En dan is er een hele beladen wedstrijd. Die beladen is gemaakt. Vooral, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, door Willy Lemke, de manager van Werder Bremen, die ook geroepen heeft dat de eerste wedstrijd schofterig is behandeld door de Feyenoord-spelers. Spelers die zeer hard tekeer gingen tegen hun eigen Werder Bremen-spelers. En zoals u weet zijn dat allemaal lievertjes, die doen niets. Zoals Michael Schulz, die houdt zijn ellebogen altijd op zak. Feyenoord heeft zich daar redelijk druk om gemaakt dat de spelers zo, ja, belasterd zijn eigenlijk. Maar zullen absoluut geen wraak nemen. Het zal wel een harde wedstrijd worden. Zeker achterin met John de Wolf, die Michael Schulz regelmatig tegenover zich zal krijgen. Schulz, een nieuwe speler bij Werder Bremen. Want die hebben een aantal nieuwe spelers. Onder andere die Schulz die van Dortmund komt. Hani Ramzi, een Egyptenaar van Neuchâtel. En Vladimir Bestyashnik, de gevaarlijkste man op dit moment bij Werder Bremen.
Ik kijk om me heen, ik zie nog steeds geen spelers op het veld. Er is wel enige beweging bij de tunnel. En omdat we toch moeten weten welke twee teams er spelen, ga ik vast de namen voor u opnoemen. Bij Feyenoord, het team van Willem van Aanegem, staat in het doel natuurlijk Ed de Goey. Orlando Trustful zal met nummer 2 spelen. John de Wolf, aanvoerder, met nummer 3. Henk Vrezer met nummer 4. Ruud Heus met 5. Peter Bos, een van de betere spelers in de eerste wedstrijd in de Kuip, speelt met 6. Arnold Scholten, ook uitblinker in die wedstrijd, speelt met 7. Gaston Taument met 8. Hendrik Larsson. 3 van de 4 doelpunten heeft hij dit seizoen al gescoord in de Europa Cup 2. Het vierde doelpunt kwam trouwens op naam van Ruud Heus. Speelt met nummer 9 dus. Larsson, belangrijke man ook. Daar zijn ze als de dood voor hier in Bremen. Rob Witsche met 10. En Regie Blinker met nummer 11. Werder Bremen met Oliver Rek in het doel. Thomas Wolter achterin. Michael Schulz. Hanni Ramsey. Frank Neubart. Dat is de speler die er niet bij was in de eerste wedstrijd. Neubart zal als libero gaan spelen. Met 6 Mario Basler. Zeker niet geliefd hier in Bremen. Het is een Oudaine. Ja, af en toe wat nare jongen. Dat kan gebeuren. Dieter Uyls met 7. Miroslav Vodava met 8. Marco Bode. Een goede spits met 9. Andreas Herzog met 10. En Vladimir Bestjasnik. De Rus met nummer 11. En daar komen de beide ploegen het veld op. Rechts ziet u met groen en wit Werder Bremen. En in het zo fraaie rood, wit en zwart. De ploeg uit Rotterdam, Feyenoord. Scheidsrechter is Pierluigi Pairetto uit Italië. En de grensrechters Domenico Ramicone en Luigi Medeo. Stadion niet helemaal uitverkocht. Wel zo goed als. Ik zie een heel enkele lege plek. Tenminste, die zijn nu ook al opgevuld. Het allerbelangrijkste is dat de fans gescheiden worden gehouden. En ook de meegereisde politiefunctionarissen en stewards. Die hebben er alles aan gedaan om het zo soepel mogelijk te laten verlopen. Jammer van die 200 fans die die trein vernield hebben. En één voor één, ik heb dat met eigen ogen zien gebeuren. Het station uit werden gehaald. Tussen, of met aan beide zijden, iemand van de ME erbij. En die werden meteen naar kazerne aan de rand van de stad gebracht. En zullen de wedstrijd dus niet meemaken. Genoeg over supportersproblemen. Want daar gaat het niet om. Het gaat om de klapper. Werder Bremen, Feyenoord 1-0. Is de stand na de eerste wedstrijd in het voordeel van Feyenoord. En hoe goed kunnen ze Bremen gaan opvangen? Bremen moet het spel gaan maken. Zijn ze niet gewend eigenlijk? Dat doen ze niet graag. Ze komen liever vanuit de counter en proberen dan te scoren. Maar nu moeten ze het spel gaan maken en dus is het belangrijk hoe het middenveld van Feyenoord gaat werken tegen het sterke middenveld met Herzog van Werder Bremen. Herzog die waarschijnlijk met een pijnstillende injectie speelt omdat hij problemen heeft in zijn grote teen. Die was opeens iets groter dan normaal. Maar hij speelt dus mee. De wedstrijd is begonnen. Feyenoord van links naar rechts. Balbezit voor Werder Bremen. Heus. De eerste 20 minuten zijn heel belangrijk. Dan moet Feyenoord die 0 vasthouden. En gewoon zelf proberen om een doelpuntje te scoren. John de Wolf, de aanvoerder. Eerste balbezit voor Bestjasnik. Opvallend is dat Winton Roever niet speelt. Gisteren na de training zei hij nog, ik speel absoluut. Dus dat zal wel weer wat commentaar op de trainer geven. En kijken of Rehagel de goede keuze heeft gedaan. Larsson. Scholten. Witsche. Heus. En Scholten is doorgelopen. Larsson.
Scholten. En aan de buitenkant vraagt Taument. Die krijgt hem ook. Taument met Schultz. Terug kan niet, want Trusvoel werd gedekt door Bode. Maar de inworp is wel voor Feyenoord. Trusvoel. Voor hem is dus gekozen door Willem van Aardigem en Geert Meijer. De keuze was tussen Rob Maas, Orlando Trusvoel en Errol Revos bijvoorbeeld. Trusvoel heeft het vertrouwen gekregen. Peter Bos met twee man op zijn huid is iets te veel. Eilts neemt over. Goeie ingreep van Frezer. Iets te hard voor het moment. Eerste balbezit voor Oliver. Feyenoord versloeg in de eerste ronde. Zalgiris, Kaunas. En Werder Bremen had af te rekenen met Maccabi Tel Aviv. En dat lukte dus vandaar dat ze in deze tweede ronde tegenover elkaar staan. En wie mag er op 9 december in de grote koker? Als de loting wordt verricht voor de derde ronde. Doorkoppen van Basler. Simpeltjes voor Ed de Groei. Werder Bremen won in 1992 de Europa Cup 2. Feyenoord heeft wat langer geleden succes gehad in het Europese voetbal. De laatste keer dat ze ten koste van een Duitse ploeg doorgingen, Feyenoord, was in het seizoen 76-77 in de tweede ronde UEFA Cup toen ze Kaiserslautern uitschakelden. Maar daarna, de 4 keer dat ze een Duitse ploeg tegenkwamen, werden ze alle keren uitgeschakeld. Het is een mooi moment vanavond om dat eens te doorbreken. Blinker in 2 keer. Witsche probeert de Scholten te bereiken. En dan is het gevaarlijk, want er staan er opeens 4, 5, 6 man vooraan van Werder Bremen. Basler aan de buitenkant, opgevangen door Heus. Wolter. Nou, goed gedaan daar door Witsche. Door die gaatjes op het middenveld goed af te dekken. Want daar moet het voor Werder Bremen van komen. De 4-5 man op het middenveld. Herzog met de sliding die te laat komt. Die counters zijn levensgevaarlijk van Werder Bremen. Dat hebben we ook in de eerste wedstrijd kunnen zien. Maar toen werden ze uitstekend opgevangen. Door onder andere Frezer en De Wolf. En natuurlijk Scholten die zo goed speelde. Parson. Hoekschop, de eerste van de wedstrijd voor Werder Bremen. Hebben ze veel opgetraind gisteren. Werder Bremen op de hoekschoppen met Mario Basler. Vaak neemt Herzog die corners. Roefer nam ze afgelopen zaterdag allemaal tegen Eintracht Frankfurt. En nu Basler met de inswinger bij de eerste paal. Door De Wolf. Dat was maar goed ook. Het was een uitstekende corner van Basler. Herzog die zich meteen opwindt. Een opgewonden standje. Dat manneke. Had ook heel veel praat na de wedstrijd in Rotterdam.
Hyatt. Dieter Hyatt. Overtreding van de Wolf. Hard. Goed voor Geel. Ja, krijgt hij ook. John de Wolf legt Herzog neer. En dan komt Basler ook nog even zeuren. Buiten beeld. Basler komt meteen naar de Wolf toe. Terwijl u deze overtreding ziet. Ja, Herzog zet zijn benen ook goed in. Maar het is een overtreding. Gele kaart waard. En dat betekent dat John de Wolf, mocht Feyenoord verder gaan, de eerstvolgende wedstrijd geschorst is. Want hij had al een gele kaart staan. Maar meteen daarna kwam Basler naar de Wolf toe en ging verhaal halen. Dat is toch iets dat niet helemaal bij het spelletje hoort. Basler zelf bij de vrije trap. Oeh, dat scheelde weinig, want Marco Bode was heel dichtbij. Bremen is ook gehandicapt. Ze missen drie belangrijke spelers. Hopsch, Weisdorfer en Borovka. Alle drie geblesseerd. Voor langere tijd waren er ook in de eerste wedstrijd niet bij. En Frezer heeft terecht alle tijd. Overtreding Schultz op dat moment. Geen overtreding, vond Pajaretto. Maar ook weinig problemen. Alhoewel een inworp wordt het voor Werder Bremen. Nee, het is buitenspel geweest, gezien door de grensrechter in het klassiek zwart. Buitenspel in het midden van Vladimir Vestchesky. Schultz liet zich zeer vrij vallen. Heeft schijnbaar ook pijn. Ja. Een fluitconcert voor Arnold Scholten. Omdat hij de bal nogal snel nam en niet kijken naar de blessure van Schultz. Nu mag Scholten het dan echt gaan doen. Overtreding geconstateerd van Taumet. Ik heb Rudy Karel nog niet zien zitten. Hij zou er wel moeten zijn. Misschien dat hij thuis zit. Hij zou hier stadionspeaker zijn. Maar met alle toestanden eromheen, alle media perikelen, heeft hij daarvan afgezien. En misschien maar goed ook. De groei heeft getrapt. De eerste 10 minuten is Feyenoord lekker doorgekomen tot nu toe. Eén kansje van Bode na die vrije trap van Basler. Misschien dat Feyenoord nu zelf aan aanvallen kan gaan denken. Prettig om te zien ook dat het begin niet zo hard is geweest als vorige keer. Overtreding van Henrik Larsson. De eerste 5 minuten waren keihard. En nu is het allemaal toch iets gemoedelijker. Neubart. Ramzi, de Egyptenaar. Meer dan 60 interlands voor Egypte. Geeft een goede bal.
En dan was Bode weer heel dichtbij. Maar de goeie staat daar niet voor niets. Herzog. Ja, die Bode die is levensgevaarlijk voorin. Maar dat weet hij ook. Let op Schultz met nummer 3 bij Ettegoei en John de Wolf. Dat zijn de gevechten waar het om gaat bij zo'n corner. En daar gaat die bal erin. Oh, Beschastnik. Het is 1-0 voor Werder Bremen. Het gerutzooi voor Ettegoei door Schultz. En die bal glijdt over de handen, de graaiende handen van Ettegoei heen. Voor de voeten van Beschastnik. Het is 1-0 voor Werder Bremen. Daar zien we nog een keer Beschastnik achter Ettegoei. De Wolf die de bal raakt en dan heeft hij voor het intikken. Herzog met de corner. De Wolf die de bal voor de voeten komt van Beschastnik. Het is 1-0 na een klein kwartiertje spelen tussen Werder Bremen en Feyenoord. Jetzt geht's los, zingen deze vriendelijke vrienden. Basler. Vrezen. Dat het niet makkelijk zou worden, dat is natuurlijk bekend. Maar het is een beetje vroeg dat doelpunt. Dus Feyenoord moet gewoon weer terug gaan doen. Larsen gaat diep. Larsen wordt aangespeeld, Hendrik Larsen. Maar goed verdedigd door Hani Ramzi. Overgekomen van Neuchâtel. Maar de aanval gaat verder. Taument. Tegen de arm van Schultz. Hij mag doorgaan. Scholten. Terug op Boskamp. Gebeurt ook. Het gat werd getrokken door Larsen. Dat deed hij heel slim. Maar Blinker kon er niet bij komen. Want achterin, daar liggen toch echt wel mogelijkheden voor Feyenoord. Die verdediging is niet zo sterk. Met een hele langzame Neubart. Maar nu is het weer uitkijken in aanvallend opzicht. Heel makkelijk gaat Bode liggen. Krijgt toch de vrije trap mee. Gevaarlijke positie. Metertje of 20-25 van het doel van Ettegoei. Nou, Herzog die heeft hem erin geschoten. Die dacht dat hij nog aan het trainen was. Maar de vrije trap moet nog genomen worden. Hier de overtreding op de Wolf. En kijk hoe makkelijk Bode gaat liggen. Volgens mij werd hij niet eens geraakt. In ieder geval is het die vrije trap. Forse muur van alle Feyenoorders zo'n beetje. Schultz natuurlijk in de muur. Om een beetje onrust te stoken. En Basler, de international, achter de vrije trap met Neubart. Arnold Scholten. Alleen Blinker nu voorin. Larsen loopt nu ook naar voren. Daar gaat Larsen. Daar gaat Larsen. Oeh, daar ging hij bijna langs. Schultz, die nog net maat 45 er tegenaan kon zetten. Overtreding Bode op de Wolf. Blinker. Goed gedaan op Scholten. Voorin stond Larsson helemaal vrij. Maar Scholten schoot zelf met links. En daar gaat Herzog heel makkelijk om Bos heen. Wordt nu opgevangen door de Wolf. Niets aan de hand. Heel goed gezien door die scheidsrechter Pairetto. Dit is wel een overtreding van Schultz. En buiten beeld krijgt Herzog
een vermaning van scheidsrechter Pajaretto. Omdat toneelspelen in heel andere gelegenheden wordt bedreven. Dan hier in het Weserstadion. Besjasnik, Bode. Goed verdedigd door Trusvoel. Lassel. Met Ramzi. Mitski kan vergooien. Doet het niet, die houdt het kort. Op linker, hoekschop voor Feyenoord. De Wolf kopt. En gewerkt bij Besjasnik. Nee, niet bij Besjasnik, Wolter. Iets te scherp voor Gus van Tammet. Daar is Besjasnik. Goed verdedigd weer door Trusvoel. Die af en toe ook zelfs mee naar voren gaat. Maar nu opgevangen wordt door Ailts. Dan is die rechtsbackpositie natuurlijk eventjes vakant. En sprint Bode daar naartoe, maar de paas was niet goed. Goeie bal op Taumint. Scholten. Blinker aan de linkerkant. 1-2'tje. Ah, jammer dat Larsson die bal niet onder controle kreeg. En dan de tegenstoot. Die gevaarlijke tegenstoot. Basler aan de rechterkant, aangespeeld door Ailts. Herzog vraagt. Basler geeft hem nu pas en dat is te laat. En daar zijn we niet rouwer om. Neubart. Ramzi. De Weerderbank, waar van de reservespelers alleen nog keeper Gundelag zit. De rest is aan het warm lopen. Het is niet al te warm hier in het stadion. Maar het veld ligt er wel uitstekend bij. Buitenspel van Bode. De spelers waren daar heel tevreden over. Scholten. Goeie bal van Scholten op dat moment. Voorin Larsson. Moet het snel gaan. Daar is de voorzet. Het is een doelpunt. Doelpunt voor Feyenoord. Hendrik Larsson. Geweldige aanval. Goed opgezet. De voorzet op maat. En het doelpunt is daar. En wat is dit een belangrijk doelpunt, jongens. Hendrik Larsson. Maar deze paas van Scholten, buitenkant voet op Taument. Daar begon het allemaal mee. En dan Taument. Hij zou uit vorm zijn. Nou, dan is hij nu weer helemaal terug in vorm. En deze man, ja, Hendrik Larsson, die staat er gewoon. Die doet precies wat hij doet. Moet doen. Ja, ze zijn nogal gek met slow motions in Duitsland. Maar deze kunnen we niet vaak genoeg zien. Hendrik Larsson, zijn vierde doelpunt in dit Europa Cup 2 toernooi. Een gouden. Vooralsnog. Larsson weer. Meteen maar een tweede tik uitdelen. Voorzet van Taument. Blinker iets te klein voor die lange rek.